Jullie hebben het wellicht allemaal al wel eens gezien. De aardappelvelden die besproeid worden tijdens een hete zomerdag. En de nevel die over de velden vliegt. Maar de vraag is, kunnen we wel het land van de friet blijven als we op deze manier moeten blijven irrigeren? Omdat droogte steeds vaker voorkomt in ons land. Jullie weten het al. Klimaatverandering in Vlaanderen, dat wil zeggen dat we ons kunnen verwachten aan een gemiddelde temperatuurstijging. Ik hoor al sinds mijn kinderjaren de doenberichten over een zeespiegelstijging en, en wat we daartegen kunnen doen. Maar wat we eigenlijk nog niet zo heel lang horen, is dat we ook te maken krijgen met meer um, extreme weersomstandigheden. Wat willen we daarmee zeggen? Meer um, piekregens, maar ook meer kans op droogte. En dat is waar het vandaag uh, over zal gaan in deze presentatie. Als we eens kijken naar de data, en niet enkel naar wat er voorspeld wordt, dan zien we ook in de data van het KMI. Als we de grafiek gaan opzoeken over de dagen met hevige neerslag, dus dat wil zeggen de dagen um, in, uh, waar, waarop 20 mm neerslag wordt overschreden, um, dan zien we dat die trend eigenlijk sinds de jaren 90 echt wel uh, de hoogte in aan het gaan is. En die trend is ook significant. <coughs> en anderzijds, als we dan gaan kijken naar dat neerslagtekort. Ja, wat is een neerslagtekort eigenlijk om mee te beginnen? Dat, als, dat is wanneer je gaat kijken okay, hoeveel uh, water verdampen planten ja, door te groeien, door hun fotosynthese, uh, en hoeveel neerslag valt er. En je trekt die twee van elkaar af, dus de verdamping en je trekt daarvan de regenval af. Uh, hoe groter die waarde wordt, hoe uh, meer waterplanten, uh, hey, hoe positiever die waarde wordt, hoe. Meer waterplanten opnemen uit andere bronnen dan wat er puur met de neerslag valt. Dus dan moet er eigenlijk een nalevering geweest zijn van water om die planten te doen groeien. Um, dat is eigenlijk gewoon een indicator van droogte uh, in, de, in de natuur of in de landbouw. Dus de rode, waarden zijn, uh, of de rode kleurtjes in deze grafiek zijn jaren uh, en periodes waarin er uh, droogte is opgetreden. En dan zie je eigenlijk dat er sinds 1975, zijn er data daarvoor, en dan zie je dat er eigenlijk toen ook al een aantal droge jaren zijn geweest. 1976 is echt uh, heel extreem geweest, maar ook sindsdien, in de jaren 90 en in de jaren 2000, zijn er ook een aantal droge jaren geweest. Maar we zien toch wel dat uh, het aantal droge jaren uh, zeer frequent voorkomt uh, naar de bovenkant van deze grafiek, dus sinds 2015. En als we dan gaan kijken uh, naar wat we kunnen verwachten ook met die klimaatmodellen, dan, dan is dat ook wat we zien: hè, dat de terugkeerperiode van die droge jaren of die droge periodes uh, veel lager wordt. Hè. Waar als vroeger eens om de 90 jaar uh, plaatsvond, gaan we dat nu zien om de 5, om de 20 jaar, uh, al naar gelang uh, hoe extreem die droogtes waren. Je kan het ook ruimtelijk bekijken en, en in de tijd is uh, verder gaan analyseren, want het gaat niet alleen om die ene droge periode, hè, dat één jaar waarin er iets extreem heeft plaatsgevonden. Maar het probleem in Vlaanderen is nu ook dat, dat het niet alleen uh, eens droog kan zijn, maar ook dat het uh, zo vaak te droog is of dat er een neerslagtekort is. Dat er eigenlijk dat dat tekort over de jaren heen wordt opgebouwd en opgeteld. En dat is precies wat we in deze grafiek hebben gedaan. Hè. Sinds 75 hebben we voor drie plaatsen in Vlaanderen eens dat neerslagtekort blijven optellen, dus niet meer elk jaar terug op nul zetten. Maar uh, telkens eens kijken van oké, okay, wat was het neerslagtekort op het einde van het jaar, en we tellen dat uh, steeds met elkaar op. En dan krijg je toch wel uh, een ander beeld. En dan zie je dat, oké. Okay, uh, verschillende regio's gedragen uh, zijn er, zijn er uh, zich verschillend. Je hebt uh, bijvoorbeeld de gemiddelde, een gemiddeld gedrag is uh, de groene lijn, je hebt eerder droge regio's en je hebt regio's die eerder nat waren historisch. Maar sinds 2003 zie je toch dat op al die plekken um, dat cumulatief neerslagtekort blijft stijgen. Wat dus wil zeggen dat elk jaar een, een tekort wordt opgebouwd. En dat is toch wel uh, opvallend. En Klimaatverandering is één ding, maar er zijn in Vlaanderen nog een aantal andere zaken die maken dat water echt wel uh, op de, hoog op de agenda is uh, gekomen. Namelijk het feit dat we ook een zeer uh, geurbaniseerd, uh, een geurbaniseerde regio zijn, uh, die sterk verhard is. Meer dan 33% van onze oppervlakte is verhard. En bovendien hebben we een hoge bevolkingsgraad, uh, hoge bevolkingsdichtheid. Dus veel mensen dan ook nog eens die heel wat water nodig hebben. En omdat we historisch toch wel een redelijk nat land waren, hebben we ook een, een geschiedenis van drainage waarin uh, heel veel land ontgonnen is geweest door water eigenlijk weg te leiden. En ook voor overstromingen en andere, dus niet enkel voor de landbouw, maar ook voor de urbanisatie enzovoort, zijn er heel veel, uh, is er heel veel infrastructuur aangelegd om, om water weg te leiden. En dit alles leidt er eigenlijk toe dat, dat we... Onze watervoorraden niet voldoende uh, aanvullen of toch niet het volle potentieel van wat er aan regen valt kunnen capteren en vasthouden. En dat we bovendien ook nog eens redelijk hard uh, spillen met ons water dat we, dat we ter beschikking hebben momenteel. Ja, om een aantal voorbeelden te geven, die hoge bevolkingsdichtheid dat, dat resulteert dan uh, in een hoge winningsdruk. Hè. Dus, uh, er wordt natuurlijk uh, sinds een aantal jaar ook wel echt gekeken naar hoeveel grondwater uit welke voorraden mag opgepompt worden. Want uh, die grondwatervoorraden waren op een bepaald moment echt historisch uh, laag. Maar als we hier kijken naar de winningsdruk in de oppervlakkige grondwaterlaag, dus de minst diepe, die redelijk die, uh, makkelijk toegankelijk is en die ook uh, wordt aangevuld door het regenwater, ja, dan zien we toch dat. Op sommige plaatsen meer dan 20% van wat we aan grondwatervoeding hebben, uh, ook meteen terug wordt, wordt, wordt opgepompt voor, voor gebruik. Uh, dus dat, is, dat getuigt eigenlijk van ja, het feit dat we ja, een hoge watervraag hebben. Hè. En als we dan eens kijken naar die drainage in meer detail, daar zijn eigenlijk heel erg weinig cijfers over. Op onze eigen onderzoekscouter van Ilvo weten we eigenlijk ook niet meer waar al onze drainage-infrastructuur zit. We zijn hard bezig met dat beter in kaart te brengen opnieuw. Maar hier zijn schattingen van drainagegraad op deze kaart. Je ziet dat dat dan ook verschilt per regio. Maar grosso modo kan je zeggen, als we kijken naar grote Vlaamse grondwatermodellen, dat ongeveer 30% van de grondwatervoering gewoon wegvloeit uit het Vlaamse landschap via drainage. En dat is toch ook wel echt een belangrijk punt om in het achterhoofd te houden. Maar dus, wat doen als er effectief niet voldoende water is voor iedereen? Dat is de vraag, of een eerste vraag. Wat gebeurt er als in momenten van droogte, wanneer er Inderdaad, druk komt te staan op dat water, de waterkwaliteit daalt, er is niet voldoende water in bepaalde waterlopen waar ook ecologisch belangrijke soorten aanwezig zijn, enzovoort. enzovoort. Welke beslissingen moeten er dan genomen worden? Uh, en daar is ILVO betrokken geweest als een van de meer dan 200 uh, belanghebbenden in een traject uh, dat door een consortium is uitgevoerd om een afwegingskader op te stellen dat eigenlijk de beslissingen en de gevolgen ook van beslissingen wat kan objectiveren. Bij waterschaarste en droogte. En als je hierover meer wil weten, dan uh, raad ik aan om de webinar van VMM te volgen, die in een klein uurtje eerst en vooral uitleg geeft over het kader, waarvoor het dient, hoe het is opgesteld. En dan een aantal mensen, waaronder ik zelf, ook wat reflecties geven over dat kader. En op die manier ben je eigenlijk heel snel op de hoogte van dat traject, dat toch al uh, een jaar gaande is en wat nog steeds uh, verder gaat nu, om het dan ook uh, in de praktijk te kunnen omzetten. Maar uh, wat mij vooral interesseert als onderzoeker natuurlijk, is hoe kunnen we hier proactief mee omgaan. Niet enkel reactief, wat, wat moeten we doen als er effectief waterschaarste optreedt, maar dan eerder, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat er geen waterschaarste is in de toekomst. Hè? En daar zijn er twee sporen. Enerzijds kan je het aanbod uh, proberen te vergroten, het aanbod aan water. En anderzijds kan je ervoor zorgen dat de vraag daalt. En dat is natuurlijk waar ook heel veel bedrijven in allerlei sectoren ook op inzetten. Het wateraanbod vergroten, hoe kan je dat doen? Wel, er zijn voor mij drie belangrijke dingen om op in te zetten, vanuit een landbouwbril dan. Waterruimte geven is een hele belangrijke, denk ik. Daar zitten ook heel veel projecten op in. Waarom ruimte geven? Omdat als water ruimte heeft in het landschap, niet meteen wordt afgevoerd, dan kunnen we het laten infiltreren. Kunnen we het ook bufferen voor bepaalde gebruiken. Kunnen we het ook hergebruiken, bepaalde toepassingen. Een tweede spoor is minder en slim draineren. Zoals ik al zei, er wordt veel getraineerd in Vlaanderen en we kunnen eigenlijk best een, een soort van mind switch maken naar, die, naar minder traineren en enkel traineren waar het echt noodzakelijk is om nog aan landbouw te kunnen doen en ook om andere functies te vrijwaren. En een derde is uh, ook heel belangrijk duurzaam bodembeheer, want de bodem is een deel van die opslagtank voor water. Enerzijds is de bodem het eerste wat uh, regen tegenkomt als het moet infiltreren. En ten tweede is de bodem ook een poreus medium, als een spons, wat uh, ook zelf heel wat water kan bevatten. Heel snel een aantal projecten die ILVO doet rond deze drie sporen. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we hier een beetje um, in de verf zetten hoe interdisciplinair en multidimensioneel die aanpak van water kan zijn. Hier bijvoorbeeld het pilootproject Productief Landschap in de Tuinen van Stenen, waar echt werd gekeken ook kan water terug zijn plaats krijgen in dat landbouwlandschap in Oostende. Dat waren de collega's van Landbouw en Maatschappij, Elke van Hemte, Ook Landbouw en Maatschappij, Anna Verhoeven, zijn ook heel wat bezig met hoe kunnen we uh, onze landbouwinfrastructuur uh, verbeteren. En hier ging het dan uh, over proeftuinen, ontherdingen. Ook niet enkel in de steden, maar ook in de landbouwinfrastructuur kan gekeken worden. Kunnen we zorgen dat er minder verharding aanwezig is en terug meer plaats voor infiltratie? Hier het boer en project Er is waterlandschap, dat voeren we niet zelf uit. Maar we zitten daar wel als ILVO in het uh, programmateam. Dat is ook onder andere Elke van, Elf van Hemte, uh, Sylvie Fossel. Zij um, volgen de verschillende coalities op. Zij um, schrijven mee de projectoproep, uh, evalueren ook de vorige waterlandschap-editie en uh, hebben meegewerkt om de volgende uit te schrijven. Dit project is eigenlijk uh, heel uniek, want het, het uh, vraagt om lokale gebiedscoalities uh, uit verschillende sectoren uh, samen na te denken over hoe ze beter uh, hun water kunnen uh, beheren, gebruiken, infrastructuur. Um, aanleggen, en zo verder. Er is ook de droge delta uit ruimte, waar een projectteam ook gaat nadenken over um, ruimtelijke ingrepen die ervoor kunnen zorgen dat we meer uh, water kunnen opslaan, bufferen gebruiken in Vlaanderen. Hier wat voorbeeldjes hè, van hoe we verschillende, uh, verschillende landschapsvormen, verschillende manieren van waterinfiltratie, of uh, verschillende potentieel uh, hebben. Daar zit ik persoonlijk als expert uh, ook bij om het uh, programmateam te begeleiden in, in hun opdracht. Ik heb het nu vooral gehad over droogte en over kunnen, hoe kunnen we waterbufferen opslaan enzovoort. Maar die maatregelen die daarvoor worden genomen, die um, gaan dan ook soms... Uh, het, andere gevolgen hebben, namelijk dat in sommige gebieden grondwaterpijlen zullen stijgen of zullen moeten stijgen. En dan is het ook heel belangrijk om landbouwers en andere uh, gebruikers te begeleiden in wat is er nog mogelijk is op die gronden. Uh, hier een foto van het project Carbon Connects, waar we momenteel al werken uh, met landbouwers die in zulke gebieden pijlverhogingen plaatsvinden, uh, nog proberen uh, te werken. Uh, daar zijn we momenteel vooral ook bezig met het in kaart brengen van de emissies die zulke vernatting met zich meebrengt. Maar uh, in de toekomst zullen we ook uh, veel meer, meer specifiek kijken naar wat zijn de opportuniteiten voor landbouwers in zulke gebieden. Wat zijn verdienmodellen? Uh, wat zijn gevolgen van vernatting voor hen? En volgend jaar starten we ook nog een, een project rond uh, die drainage, die pijlgestuurde drainage. Dat is een landbouwtraject en... Met een heleboel partners natuurlijk, waarin we um, die oplossing van minder draineren of uh, de waterpijlen toch langer hoog houden en enkel verlagen wanneer het nodig is uh, om die oplossing beter te gaan. Uiten. En tenslotte het derde spoor van uh, bodembeheer. Dat blijft voor mij ook een hele belangrijke, dat is op kleinere schaal. We gaan van het landschap nu naar de bodem, uh, iets wat heel tastbaar is voor, voor elke landbouwer. En uh, het is geen nieuw verhaal dat we ervoor moeten zorgen dat de bodem een goede structuur heeft, die uh, veel water, uh, nutriënten en ook bodemleven kan, kan bevatten. En uh, hierom doen we ook een aantal projecten. Er uh, is onder andere het, het De recht Rond Bodemverrichting, dat Tommy Doze uh, leidt. En er is ook uh, redelijk recent een, een project binnen EGP Soil, het Klimazoma, dat ik zelf ook trek en uh, waar we eigenlijk soort van grote meta-analyse gaan doen, de hele literatuur uitkomen om beter te begrijpen wat allemaal invloed heeft op die bodemstructuur en hoe die dan aan de basis kan liggen van bodem als een klimaatadaptatietool. En met een sterke focus op water hier ook. Ik zei net wat kunnen we proactief doen? Enerzijds het wateraanbod vergroten, maar wat we ook kunnen doen is het de watervraag reduceren natuurlijk minstens even belangrijk en daar zijn er ook een aantal dingen die binnen de landbouw kunnen gebeuren. Enerzijds is er het hele belangrijke spoor waar we bijvoorbeeld al een hele tijd mee bezig zijn, dat is het telen van klimaatrobuuste gewassen of het, ja, het aan de slag gaan met klimaatrobuuste gewassen. Uh, anderzijds is er ook het meer efficiënt omgaan met water. Hè. Uh, dat kan zowel irrigatiegewijs, maar ook als we kijken naar dierlijke productie uh, enzovoort. En tenslotte ik ga ik het ook heel kort hebben over het feit dat we ook wel eens kunnen kijken naar hoe we telen. Hè. Kunnen we ook uh, zorgen voor minder nood aan water of meer zelfvoorziening, laten we zeggen, in onze landbouwsystemen door alternatieve landbouwsystemen te gaan uh, bekijken of gebruiken? Het spoor van de alternatieve gewassen. Ja, daar zijn heel wat mensen op heel veel mee bezig. Een aanspreekpunt is Tom de Zwaaf. Als we kijken naar klimaatrobuste gewassen, hebben we het enerzijds over die alternatieve gewassen. Ik wil daarmee zeggen gewassen die eigenlijk vroeger niet werden geteeld in Vlaanderen, maar waar we nu wel naar kijken, omdat ze bijvoorbeeld beter bestand zijn tegen droogte. Dat kan een kikkerert zijn of een quinoa bijvoorbeeld, hier in het Quilo-project op de foto. En hier zie je een landbouwer die ook in de pers is geweest dit jaar met het telen van kikkererwten in een project waar wij ook bij betrokken zijn. Maar zoals ik zei, er kan het ook gaan gewoon om het veredelen van gewassen die, die we wel al telen, of grassen, of, uh, tarwe, uh, mais. En ervoor zorgen dat we daar de meer droogtetolerante ja, uh, variëteiten uithalen en, en kunnen uh, doorgeven aan onze landbouw. En daar hebben we ook heel recent een groot project met heel veel binnengehaald. Dat is Peter Lotus, die dat gecoördineerd heeft om um, onze infrastructuur met droogtekappen verder uit te breiden. Maar ook onder de grond kunnen kijken. En daarvoor gaan we dan uh, geofysica gebruiken, elektrische resistiviteitstomografie, die ons zou uh, moeten in staat stellen om verschillen in uh, wortel, op wortel wateropname tussen variëteiten uh, te zien, uh, wanneer we die onderwerpen aan droogtestress. Dus dat is zeker eentje om op te volgen in de toekomst. Het tweede spoor daar was het efficiënte watergebruik. Ik toon nog eens even de haspel hier. Ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat het goed is om eens punctueel te irrigeren op een manier die, niet, die kostenefficiënt is. Maar als we dit moeten continu gebruiken, is dat ten eerste ja, niet efficiënt qua watergebruik. Veel, veel verdamping en ook helemaal niet zo uniform. En bovendien ook zeer. En vraagt ook zeer veel werk aan de landbouwer zelf. Dus inzetten op meer efficiënte irrigatietechnieken blijft er eentje. Maar het kan dan ook gaan over de dierlijke productie. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar projecten als Bovijn, waar ze ook gaan kijken naar het thema water, onder andere. ook naar andere thema's. Maar hoe kunnen we ook in de dierlijke productie minder water gebruiken. En die watervoetafdruk van de sector ook verlagen. Nou, daar zijn onder andere Rietes met een karengoses actief. En tenslotte die alternatieve landbouwsystemen. Jullie kennen Bert Reubens uh, waarschijnlijk al, hè, die uh, al een heel aantal jaar bezig is met die uh, landbouw en uh, ook sinds kort een vervolgtraject heeft voor het uh, elat Agroforestry in Vlaanderen. Waarom laat ik dat ook hier aan bod komen? Omdat ja, uh, we kijken nu natuurlijk naar een systeem. En uh, waar vroeger de angst bestond dat uh, die bomen eigenlijk vooral een probleem waren voor uh, onze traditionele gewassen, omdat ze schaduw veroorzaakten en daardoor. Ja, misschien de oogst zouden kunnen uh, verlagen, wat ook in sommige omstandigheden het geval is. Maar die schaduw kan in hete uh, omstandigheden, bij droogte, ook een voordeel zijn. Hè. Uh, zeker voor dierlijke productie, maar ook bij akkerbouw, waar ja, het verlagen van de stress uh, in extreme omstandigheden ook een voordeel kan zijn. Dus ik denk dat het kijken naar die alternatieve landbouwsystemen, die iets diverser zijn, die ook het risico kunnen spreiden, dat dat zeker ook een deel moet uitmaken van onze proactieve strategie om de landbouw aan te passen. Aan een toekomstig klimaat. En wat ik zeker wil zeggen is dat ik vooral ook zie dat de landbouwers zelf veel initiatief nemen op het terrein. En ik hoor zeker graag van jullie nog andere goede voorbeelden, want ik denk dat het erg belangrijk is om aan te tonen wat landbouwers zelf allemaal doen, de energie die zij in hun toekomst steken en dat verhaal ook te vertellen naar buiten toe. Hier zie je een aantal mensen die ik ontmoet heb. En tenslotte wou ik ook nog zeggen dat uh, water uh, eigenlijk nog steeds zeer versnipperd zit. Hè. Er is nu steeds meer te doen rond water, je hoort de Blue Deal. Maar uh, ik moet toch vaststellen dat er nog steeds een kluwe van regels is en een, een, een hele hoop bevoegde instanties, wat soms innovatie in de weg zit. Hè. Als je dan naar vergunningen wil gaan, naar uh, ideeën wil gaan uitwerken op het terrein, dan zit de bureaucratie uh, soms toch nog steeds in de weg. En uh, bovendien denk ik ook dat het ook belangrijk is dat. Um, ...water nu eenmaal iets is wat je uh, op een coöperatieve, participatieve manier moet aanpakken. Hè. Ieders beslissing telt en um, er moeten bepaalde dingen natuurlijk van bovenaf geregeld worden. Maar ik denk dat een bottom-up beheer van water... ...waar die op een democratische manier gekeken wordt naar beheer in, in een bepaald gebied... ...dat dat uh, zeker even belangrijk is en, en ook meer um, zou mogen bekeken worden in toekomstige projecten... ...omdat daar ook sociale innovaties voor nodig zijn. Om te eindigen... Nog eens de systeemfiguur uh, die we gemaakt hebben voor het Elk. Omdat ik hier nog eens wil aantonen. Kijk, water staat natuurlijk niet alleen. En Ik heb het hier vandaag vooral gehad over waterkwantiteit. Maar uiteraard ja, zijn er nog heel wat andere topics die daar uh, nauw mee samenhangen. Hè? Ik heb het dan over, uh, bijvoorbeeld de economische impact van maatregelen op het landbouwbedrijf. Ik heb het dan ook over uh, waterkwaliteit. Hè, want uh, als je bepaalde maatregelen gaat nemen, gaat het niet alleen de hoeveelheid water beïnvloeden. Maar eventueel ook de kwaliteit. Ik denk maar aan stikstof, ik denk maar aan fosformobilisatie. Dus het is extreem belangrijk, en zeker bij een thema als water, wat eigenlijk overal aanwezig is en overal doorvloeit, om zulke systeemfiguren goed in het achterhoofd te hebben en in projecten ook mee te nemen. Dus de conclusie. We moeten inzetten op het vergroten van het wateraanbod en het reduceren van de watervraag. En dit van plant tot landschap. We moeten focussen op structurele oplossingen en we moeten zeker een aandacht hebben voor systeemdenken. Dit zijn een aantal van de mensen die ik vernoemd heb. Water is echt een heel veel breed thema. Dus ik ben zeker een contactpunt, maar al die andere mensen voor hun specifieke projecten ook. Dus vraag gerust mij of die collega's om meer uit te leggen over de projecten die ik hier heel snel heb vernoemd vandaag. En voilà, bedankt. Uh, als jullie vragen hebben, dan beantwoord ik die graag.